Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1422 met een uitzending voor vandaag, 28 september 2018. Hopelijk nu wel met de juiste audio-instellingen. Data vandaag is 8PSK1000 bij 1800 Hz. 8PSK1000 bij 1800 Hz. Opnieuw met de snelle variant. Ik gebruik hier momenteel onder Linux de Windows-versie van FLDigi met versie nummer 4.0.18 onder Wine. Ja, vandaag heb ik één lang nieuwsonderwerp. Het lijkt naarmate er meer bekend wordt steeds waarschijnlijker dat er toch een verband bestaat tussen hoogfrequente straling van bijvoorbeeld wifi, dekt, FM-omroep en mobiele telefoons en allerlei klachten van mensen. Opmerkelijk is dat het daarbij niet om de sterkte van de signalen lijkt te gaan of de mate van blootstelling, maar eerder de mate waarin de blootstelling aan snelle veranderingen onderhevig is. Vandaag publiceerde het kennisplatform dat dit soort gegevens op een objectieve manier voor de overheid beheert over een nieuwe onderzoeksmethode van de Rijksuniversiteit Groningen en het RIVM, waarmee in het dagelijks leven van elektrogevoelige mensen onderzocht kan worden of de blootstelling aan elektromagnetische velden van FM, wifi, dekttelefoons en antennemasten voor mobiele telefoon samenhangt met gezondheidsklachten. Bij deze onderzoeksmethode worden enkele elektrogevoeligen langdurig gevolgd. Elektrogevoeligen zijn mensen die zelf aangeven dat ze gevoelig zijn voor elektromagnetische velden. Het gaat hier over gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn en misselijkheid. Onderzoek tot nu toe heeft vooral onder laboratoriumomstandigheden plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk deelnemers enkele malen kort werden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Dat onderzoek laat geen samenhang zien tussen blootstelling en gezondheidsklachten. In een eerste indruk laat het kennisplatform weten dat het nieuwe onderzoek een samenhang laat zien tussen snelle veranderingen in blootstelling aan elektromagnetische velden en gezondheidsklachten. Twee van de deelnemende elektrogevoeligen hadden meer gezondheidsklachten bij deze snellere verandering van de blootstelling en twee anderen juist minder. De vermogensdichtheid van de gemiddelde blootstelling hing bij geen van de vijf deelnemers samen met de gezondheidsklachten. Een hogere blootstelling leidt bij deze mensen niet tot meer klachten. Het onderzoek is een verkenning van deze nieuwe onderzoeksmethode en geeft aanzet tot verbetering. Volgens de onderzoekers kunnen er geen conclusies worden verbonden aan de resultaten. De nieuwe aanpak van onderzoek laat zien hoe ingewikkeld het is om onderzoek te doen naar gezondheidsklachten bij elektrogevoeligen in het dagelijks leven. In dit onderzoek worden enkele deelnemers in de tijd gedetailleerd gevolgd en worden zowel de sterkte van de velden als de ernst van de gezondheidseffecten geregistreerd. Per persoon wordt dan bekeken of er tussen blootstelling en gezondheidsklachten een duidelijke samenhang te zien is. De deelnemers droegen gedurende 21 dagen een meetinstrument die de blootstelling registreerde. Elke 6 uur beschreven de deelnemers hun gezondheidsklachten en de blootstelling die zij meenden te ervaren. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde blootstelling van elektromagnetische velden van FM, wifi, GSM en UMTS-basisstations ontdekt bij deze mensen niet samenhangt met de gezondheidsklachten. De onderzoekers hebben in het onderzoek een nieuwe blootstellingsmaat geïntroduceerd die kijkt naar de snelheid waarmee de blootstelling verandert. Deze nieuwe blootstellingsmaat bleek zowel positief als negatief samen te hangen met gezondheidsklachten. Twee deelnemers rapporteerden bij een snellere verandering in blootstelling meer gezondheidsklachten, twee anderen juist minder. De onderzoekers geven aan dat deze bevinding ook veroorzaakt kan zijn doordat op bepaalde plekken snellere verandering in de blootstelling gemeten wordt en dat deze plekken op een andere manier negatieve of positieve invloed hebben op de gezondheidsklachten. Mensen zouden bijvoorbeeld meer gezondheidsklachten kunnen hebben in erg drukke ruimtes met veel mensen en geluid, cafés bijvoorbeeld. En in deze ruimtes zou toevallig ook de blootstelling snel kunnen veranderen door bijvoorbeeld veel mobiele telefoons. De onderzoekers geven aan dat het onderzoek verbeterd kan worden door in meer detail de omstandigheden en de gezondheidsklachten te registreren. Bij deze manier van onderzoek speelt objectiviteit van de deelnemers een belangrijke rol. Anders dan in laboratoriumonderzoek kunnen deelnemers de onderzoeksresultaten beïnvloeden. Iemand die hoofdpijn ervaart, die zou naast een wifi-router kunnen gaan zitten. In de meetresultaten lijkt het dan alsof de hogere blootstelling de hoofdpijn heeft veroorzaakt, terwijl het in dit geval andersom is. Ook kunnen mensen meer gezondheidsklachten rapporteren in situaties waarvan zij weten dat hun blootstelling daar hoger is. Om de juiste conclusies te kunnen trekken is het van belang dat deelnemers objectief rapporteren. De onderzoekers selecteerden uit 44 aanmeldingen uiteindelijk 7 personen. Bij 2 van deze 7 deelnemers bleek na het onderzoek dat de meetresultaten niet bruikbaar waren. Deze tekst komt voor een deel van de onderzoekers en van een memo van het kennisplatform Elektromagnetische Velden. Dit kennisplatform verzamelt voor de overheid wetenschappelijke publicaties, maar ook de klachten van mensen die ze ervaren. En het platform doet daarmee in zekere zin aan waarheidsvinding op dit nog redelijk onbekende terrein. Ik ben trouwens aan het inventariseren voor een korte reeks items in de Daily Minutes, een nieuwe serie dus, over de gezondheidsaspecten van straling en over elektrogevoeligheid. Mogelijk dat ik daar de volgende week dus al mee begin.
Dat zal dus zijn in de internetversie van de Daily Minutes, waar we momenteel ook de serie over zelfbaar aan het herhalen zijn. Vanwege een flink aantal positieve reacties op en de populariteit van de Daily Minutes Extra Bits, die de afgelopen 2 weken alleen op internet zijn uitgezonden, zou het kunnen dat ik vanaf volgende week op zijn minst voor een tijdje, en misschien ook niet iedere dag, een traditionele Daily Minutes begin en dan later in de uitzending een wat lossere Extra Bits-achtige benadering kies. Het zou kunnen dat de dagelijkse uitzending daarmee dan 15 tot 20 minuten lang worden. Vanaf maandag begint de Daily Minutes in elk geval weer met de bekende recht en vrije titelmuziek die ik ook bij de uitzending op de Korte Golf vanuit Cal heb gebruikt. Ik zeg het nog maar een keer, je kunt de uitzending vanaf maandag niet meer via PI2NOS beluisteren, maar nog wel via internet, onder andere via de unieke URL dmr.li, deltamikeromeo.limaindia en daarnaast ook via youtube.com/panelete. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.